Goedemorgen, het is 8 uur. Wij stonden om 7:30, nou, 7:30 zoiets op. Ik heb gedoucht, gezicht gedaan, alles. En nu heel eventjes ontbijten. En dan straks naar kantoor. Ik ga ontbijten met een wrap met hummus en pikante, dus met sambal erbij. Tomaatjes en doperwtjes erop. Gatsief. Jij gaat het eten. Dit is wat ik vandaag aan heb. Dit is een shirt van Foef. En die is gekrompen in de was. En voor mij is die iets te groot. Maar ik weet niet. Ik vond hem wel schattig. Wie heeft die gekocht in... Foef, je had je deze in Miami gekocht, ja hè? Deze had je in Miami gekocht, toch? Ja. De shirt wat ik aan heb. Die met die stipjes. Is zo leuk. Ik mag eigenlijk strijken, maar... Do I care? Wat hè? En te klein. En te klein, ja. Ja, nou ja. Moet hem dus eigenlijk ook zijn. Hij is voor mij eigenlijk net even een tikje te groot. Maar goed, boyfriend shirt. En die... Boyfriend shirt, hij is iets te groot voor mij. Kijk je dan? Kijk. Zie? Nee, hij is niet te groot. Ja, voor wel. Uh-oh, styling foef. Je moet gewoon... Dit gewoon een beetje meer trekken. Maar het is de onderkant die zo van fladderig los zit. Die hoort fladderig los te zitten. Die moet toch... Moet het niet zo? Nee. Dit is zo speciaal voor mij. Gewoon om lekker zo te dragen. Zo. Ik heb er toch 1000 van deze? Ja, oké. Okay, maar jij bent een jongen. Ja, jij bent een meisje. Ja. Wow. Nu weten zij dat tenminste ook allemaal. Kan, het hoeft niet hoor. Ja, je kan het ook zo doen als je dat graag wilt. Als okay. Je dat leuk vindt, schat, doe je dat toch. Dit is een Levi's skinny. Die ene broek die ik... Wat is die? Welke broek heb jij aan? Chicken Jones, denk ik. Ik denk het ook. Ja. In ieder geval, dit is dezelfde broek als van mijn video waar ik mijn favoriete broeken liet zien. Maar dit is weer een ander. Dus ik heb datzelfde model echt in 4 broeken, geloof ik. Ja, deze van die dingetjes. En deze schoenen erbij. Zouden jullie dit strijken of niet? Oké, eerlijk. Laten we heel eerlijk zijn. Wie van jullie is net als ik dat je eigenlijk zo min mogelijk strijkt? Liefst gewoon niet. Let's be honest. Ik heb deze oorbellen weer in trouwens. Ze zijn van Fashionology. Ik krijg wel eens vragen over. Super cute. Ik heb toen van Anne cadeau gehad. Ik ben onderweg naar kantoor. Dit is een van de laatste keren dat ik in deze auto rijd. Morgen een nieuwe auto. De lease van deze is voorbij. Dus dan komt er een nieuwe aan. En die heb ik helemaal zelf uitgekozen. Het is weer een Opel Adam Rocks. En die zien we morgen. I'm so excited. Nu moet ik even knallen. Knallen. Want ja, ik ga zondag op reis. En het is gewoon... Ach, ik moet echt heel veel nog doen. Maar dit is altijd. Altijd als je gaat reizen. Moet je altijd nog even zeg maar doorbikkelen. Om zeg maar die tijd in te halen. Maar ik heb wel al besloten. Als ik het niet red, maakt niet uit. Dan edit ik in het vliegtuig. Want ja, weet je. Het is niet dat ik op vakantie ga of zo. Ik ga gewoon voor werk. Opnames, werk. Dus ik kan ook gewoon het vliegtuig werken. Ik ga niet per se om zeg maar volledig met Foef op vakantie gaan. Ik ga met Francis. Dus we gaan gewoon echt voor een job die we hebben. Dus dat is super leuk. Dit is echt mijn favoriete nummer van het moment. Dat Roses nummer. Beetje Bernie Manish. Ik ben op kantoor. Mak is er ook. Nu even niet hier. Maar ik ga heel even mijn dingen doen. Even mijn agenda erbij pakken. Mijn to-do-list. Ik heb gisteren dus niet alles afgekregen. Dus ik wilde ook nog favoriet en opgemaakt video maken. Maar dat ga ik vandaag doen. Ik ga vandaag iets eerder terug. Wij zijn bij de McDonald's. Ja. Het ging zo. We moeten de auto even wassen. Toen was het, oh ja, we moeten nog lunchen. En toen was het, oh, we kunnen langs de drive-thru. Maar de drive-thru is raar. Ja. Of zo, je kan er niet in of zo. Dus we gaan er nu gewoon in. Ondanks dat degene die net dat ze signaleren de auto achter ons nu ook de Mac ingaat. Dus ik weet niet of... Hey! Je kan er wel je in. Je kan er wel in. Let's go. Ja, zullen we het gewoon doen? Dan hoef je ook niet bij die meneer. Ja. Even kijken of zij niet achteruit moet doen. Nee, vast niet. Nope, we gaan gewoon de drive-thru. Yeah. Yes! Hoe lang heb je geen Mackie gegeten? Jaartje? Denk het, ja. Veel te lang. Nee, ik heb wel Burger King laatst gegeten, frietjes. Ik hou niet van Burger King. Ja, het is de een of de ander. Ik vond vroeger Whoppers. Ik heb een keer 2 achter elkaar gegeten en sindsdien nooit meer gegeten. Toen ik nog vlees had. Mag ik de link ook aan parkeren dat ik hem na bestellen? Ja, dankjewel.
Check. Groenteburger, friet. Sinds wanneer zijn die kuipjes zo groot? Ik ben echt lang niet meer naar de Mac geweest. We hebben de auto net gewassen. We gaan hem nu even helemaal doen. Morgen moet ik hem dus inleveren. Oh, say bye bye. Ciao. Zo'n mooie auto. Check even mijn kant en Marcus' kant. Obviously de betere huisvrouw. I'm trying. De auto is schoon, alleen hij ruikt naar McDonald's. Ja, inderdaad. Oh, maar. Misschien zo'n geurbundeltje dingetje er. Ah joh, het zou goed zijn toch? Je had het wel. Ik doe straks het raam wel open als ik ga rijden. En komt ja, goed. Inderdaad. Piepie aan mijn mouth, piepie aan mijn mouth. Ik ben net gewakst, ik ga terug naar huis. Ik ga een favoriet video opnemen en een haar tutorial ding. Yay. Ik voel me zo American met dit ding aan. Heb je dat niet? Misschien omdat ik ben geconditioneerd, omdat Foef dit altijd in Amerika koopt. Dit komt ook uit Amerika. En dat ik me daarom nu een soort van American. Het is zo'n American thing. Ik kan niet wachten tot je dit buiten de tuin kan doen. Oh, zo cute. Lekker van het zonnetje genieten op zijn buik. Op zijn hollebolle buik. Schattig dit, hè? Doen jullie katten dat ook? Maar Nisi doet het niet echt. Die vindt het... Maar die is ook zwart en heel fluffy. Dus ik denk dat zij het heel snel heel warm heeft. Maar hij vindt het wel heel lekker. Tijgertje. Hé? Cute. Goed, ik ga hem even opmaken voor filmen. En dan ondertussen even Manon's vlog kijken. Even zo leuk, Manon's vlog. Ze is zo cool. Ja, dus even make-up doen. En dan haar nog niet. Dat doe ik zo. En dan tutorial en favoriet opgemaakt filmen. Ik heb al opgemaakt en ik heb mijn pretty lashes op. Ik weet niet wat het is met die wimpers, maar ja, ze geven toch een soort van sexy blik of zo. I don't know. Ik echt gewoon... Je hoeft niet eens iets anders te veranderen, maar het... Ja, I don't know. Wat vinden jullie van mijn lipkleur? Ik heb een mixje gemaakt tussen Tranquility van Mua en Spring 2015 Viva Glam. Viva Glam 2015. Is dat de enige erop staat? Nou, in ieder geval, die van vorig jaar. Ik vind hem best cool. Alright, klaar voor de tutorial. Goed, tutorial en opgemaakt favorieten opgenomen. Hoe laat is het? 16:30. Hoe vinden jullie deze trui trouwens? Vet cute, van George gehad. Super lief. Marble! Fofje is thuis! Hallo! Zeg even wat je net zei, dat was echt heel cute. Dat is er heel leuk uitzien. De make-up is van alles en alles. Met fluffy op. Nee, het is niet fluffy. Zo. Is dit pretty? Pretty is met donker naar buiten. Ja, maar ik dacht, ja, dat is waar. Fluffy is gewoon full on. Ja. Ja, sowieso geen silky, want dat is de kleinste. Ja. Nee, maar omdat hij toch nog zo. Yeah. Voor wie met die flawless make-up? Ja, maar het is flawless. En met de outfit. Want I like the pants. De pyjama pants die ik onder aan heb getrokken. Dit is wat ik aan heb. We gaan naar de verjaardag van Foefjes broer. Ik heb dit superleuke, leuke sweater ding aan van Josh V. In marble, deze broek, deze gimpen, zo. En dan mijn haar in vlechten. Let's go. Hallo, mijn bunny. Hey, konijn. Oh, niet schrikken. Hé, hey, knapper. En daar heb ik Piet. Hey, Piet. Pietje. Morgen kaas van nu. Dus het heeft het zo prachtig gemaakt. Check dit. Oh. Nice. Lekker. Birthday boy. Laat je mooie birthday ding zien. Ja. Hoe oud ben je geworden? 2 keer 16. Oh, nice. Onderweg naar Vegabond. Ja, het is lastig datum ook even. Ja, echt waar? We zijn weer thuis en deze lieve bloemetjes hebben we van Stefanie Z gehad. Kijk nou hoe leuk. Mr. en Mrs. En we hebben dit gehad. Hoe heet dit ook alweer, Fofje? Haantjespik. Dit komt uit Barneveld en dat kan je alleen daar krijgen nu, in deze periode. En het is heel erg lekker. Kun je dit alleen in Barneveld krijgen? Ja, volgens mij wel. Nou, deze dan, hè? In de vorm van een haantje. Misschien uit de streek of zo. Nou ja, het ziet in ieder geval die liesjes uit. Heerlijk. We gaan morgen lekker ermee ontbijten.
Wij gaan slapen. Het is inmiddels... Bedtijd. 10 voor 1. Ja, veel te laat worden. Maar we hebben allebei morgen een lange dag. Ja. Echt met heel veel afspraken. Voef je echt, echt, echt heel erg lang ook. Maar ook wel gewoon... Ja. Ja, maar ik krijg ook een nieuwe auto. Dus dat maakt het ook weer goed. Maar wel vroeg op. En door en door en door. Naar Amsterdam. Naar allemaal afspraken. Dus we gaan lekker slapen. Wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Tot morgen. Doeg. Hele goede avond allemaal. 7:30 bijna. Ja, of goedemorgen als je in de ochtend kijkt. Oh ja. Goedemorgen. Middag als je in de middag kijkt. Goedemiddag. Ja.